Indisch koken in Nederland is weer hot. Wow, verkeerde foto's! Ik bedoel dus pittige Indische omaatjes die familierecepten delen en die weer doorgeven. Zo blijft de Indische eetcultuur voortbestaan. Dat is geweldig. Mijn passie voor Indisch koken komt van mijn oma, oma Keysberry. Zij deelde haar Indische keukengeheimen al in 1976 en heeft veel Indische omaatjes van nu geïnspireerd. Mijn eerbetoon aan de Indische keuken is mijn boek, Indische keukengeheimen. Recepten en verhalen van mijn oma, mijn moeder en mijzelf. Die moet je gewoon hebben.